We waren op vrijdag 29 november 2013 in Roosendaal. En als geannexeerde Halstenaar en woonachtig in Bergen-op-Zoom is het de vraag: wat ga je in Roosendaal doen als Bergen-op-Zoom toch je thuisstad is? Maar goed, het was slecht weer en het regende en het waaide en het was een echte gure herfstdag. En als je dan naar Roosendaal gaat, dan kun je daarvan zeggen wat je wil, maar Roosendaal heeft een gezellig winkelcentrum en het beschut de mensen tegen de weersomstandigheden. Het begint al als je eraan komt, hè. Je hebt er een prachtige, ruime parkeergarage en vooral de parkeergarage onder de Nieuwe Markt. Dat is een garage die er mag zijn, een garage waarvan men heeft gezegd: nou, die gaan we maken en dan gaan we, die gaan we ruim maken. En met alle respect voor de parkeergarage in Bergen-op-Zoom moeten we toch zeggen dat we daar toch vaak moeite hebben om binnen te komen en er ook weer uit te gaan. En alles toch, juist de binnenkomst, behoorlijk krap is bemeten. Het is niet anders. En dan kom je daar in Roosendaal uit die parkeergarage. Je komt direct in het centrum op de Nieuwe Markt uit. En dan kun je kiezen waarheen je gaat. En met het slechte weer is het natuurlijk fantastisch dat je dan gelijk langs de winkels die daar langs die Nieuwe Markt liggen kunt lopen, beschut door de regen, omdat er een overluifering is die je voert naar de grote winkelcentra. Alleen moet je dan even oversteken als je dat zou willen naar de passage. Maar goed, we begonnen dus onze wandeling en we gingen de passage binnen. En dan kun je daarvan zeggen wat je wil. Je kunt kitsch vinden, je kunt het overdreven vinden, maar ook, ja. Kortom, we vonden het best gezellig. En je kunt ook zien, het straalt allemaal toch een bepaalde sfeer uit. Ja, die is aantrekkelijk, die is warm. En de verlichting en de inrichting van de etalages. En natuurlijk de beschutting, die biedt grote voordelen. En als je dan door die passage loopt, dan kom je daaruit. En dan heb je aan de overkant, iets verderop, een ander winkelcentrum waar we niet zijn geweest. En dat is de Biggelaar. En we hoorden van mensen die in de passage een winkel hebben, dat de Biggelaar een beetje op zijn retour is. En dat het daar echt niet goed gaat met de nering. Maar goed, dat zie je in andere plaatsen ook. Dat er bepaalde centra's, bepaalde straten, die worden natuurlijk verlaten en die worden genegeerd. En geleidelijk aan gaat dan de handel en de bedrijvigheid naar andere delen van de stad die gezelliger zijn en zich meer lenen voor bezoek van de klanten. Ja, en dan hadden we natuurlijk de passage gehad en dan loop je zo een rondje en dan kom je uiteindelijk in de Roselaar terecht. Nou ja, dat is daar natuurlijk ook eigenlijk een feestelijk gebeuren. Vooral was dat vandaag op vrijdag 29 november het geval. En men was druk bezig met het inrichten van een bepaald evenement dat gaat plaatsvinden het weekend, dit weekend en de dagen daarna. En ook daar loop je beschut en warm en gezellig. Ja, we kunnen niet anders zeggen dan dat we toch best wel onder de indruk zijn van het winkelcentrum Roosendaal. En met alle respect natuurlijk nogmaals voor ons eigen stadje. Kijk, als het mooi weer is, dan is het ook gezellig wandelen en winkelen in de open lucht door een gezellig versierde straat. Maar we kennen allemaal het Nederlandse klimaat en we weten allemaal dat dat vaak niet zo vriendelijk is. En dat je dan te maken hebt natuurlijk met weersomstandigheden die niet uitnodigen om te gaan winkelen. En wanneer je dat dan kunt doen in een plaats niet ver van de jouwe en je auto ook nog goed kwijt kunt en dan beschut en gezellig, ja, een beetje kan gaan shoppen, ook al is het maar window shopping, dan is dat zeker aan te bevelen. Nou, kijk nu naar het filmpje, u zult vanzelf zien hoe het eruit ziet. Dank u. Thank you.
Zo, is het gezellig?